Scholen en overheidskantoren blijven gesloten tot en met 23 januari. Dit heeft het Outbreak Management Team vrijdagavond na een evaluatie bekendgemaakt. Uit de COVID-19 statistieken van de afgelopen week blijkt dat het aantal positief geteste personen nog te hoog is. Gemiddeld gaat het dagelijks om ongeveer 79 nieuwe besmettingen, waarvan de meeste te herleiden zijn naar de periode rond de jaarwisseling. Bij de laatst gehouden regeringspersconferentie gaf minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aan dat indien er toestemming wordt verleend voor het hervatten van de lessen, de schoolleiders 3 dagen de tijd krijgen om zich voor te bereiden op de komst van de leerlingen. Wat zeker is, is dat onze scholen 2 tot 3 dagen de kans krijgen om zich voor te bereiden om open te gaan. Als in het weekend besloten wordt dat ze open mogen. Dus men hoeft niet bang te zijn dat we bijvoorbeeld zaterdag zeggen dat we maandag kunnen beginnen. Dat gaat niet gebeuren. Als zaterdag besloten wordt we kunnen open, krijgen de scholen gegarandeerd 2 tot 3 dagen om zich voor te bereiden om weer open te gaan. De regering heeft verder besloten dat ook de huidige COVID-19 maatregelen van kracht blijven tot en met 23 januari. In een tussentijdse evaluatie wordt besloten of die geleidelijk aan aangepast zullen worden. Het Outbreak Management Team drukt de samenleving op het hart om zich aan de hygiëneregels te houden. Mondneusbedekking, handen wassen, 1,5 meter in acht nemen en de vastgestelde maatregelen door de overheid stipt op te volgen.